Basisschool De Peroen heeft van alle Maastrichtse scholen de beste film gemaakt. Dat oordeelde de jury van het Kinderrechten Filmfestival tijdens de première in de Pathé Bioscoop. Het is een filmproject door het hele land. En ja, in Maastricht gaan nu vandaag hier 13 films in première. Die hebben allemaal als thema een van de 54 artikelen van het kinderrechtenverdrag, die in 2014 25 jaar bestaat. En van die 13 films kiest de jury, die kiest de beste film en die mag op 20 juni naar Amsterdam in Tuschinski naar de finale komen. En zoals dat hoort om een première, stonden de sterren de pers te woord. We zijn heel blij allemaal, we zijn heel blij. En alle films waren heel leuk en we zijn heel blij te winnen. Hebben jullie terecht gewonnen? Ik denk ja. We hebben gewonnen, alle films waren echt super, maar ja, we hebben heel hard gewerkt. We hebben echt de hele tijd zitten timen op het einde van, we moeten winnen. De film van Basisschool De Peroen gaat over Thijsje, die liever een meisje dan een jongen wil zijn. Wow, Thijs, One Direction had ik echt niet van jou verwacht. Dat zat helemaal niet in mijn laadje, dat heeft iemand erin gestopt. Wat is dat, Thijs? Waarom schreeuw je zo? Iemand heeft meisjesspullen in mijn laag gedaan. Meisjesspullen? Ja, moet je kijken. Een boekje, etui, gummen, pen, armbandje. Maar dat past toch ook bij jou, Thijs, die meisjesdingen? Woe, Thijsje is een meisje. Dus jullie zitten Thijs al de hele tijd te plagen? Dat is toch helemaal niet leuk? Nu is het afwachten of de film ook hoge ogen in Amsterdam gaat gooien. Nou, het klinkt cliché, maar het is echt wel zo. De jury heeft het echt best wel moeilijk daarin. Omdat er van de 13 natuurlijk maar eentje door kunnen gaan. En dan zou je net zien dat de ene heel goed het kinderrecht heeft verbeeld. En de andere, daar zie je dat ze heel goed geacteerd worden. En daar moeten ze een soort balans in zien te vinden, zeg maar. En dat is altijd spannend. Let me kiss you.